Tja, en nu iets heel anders. Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring, en jazzpianist Jasper van het Hof schreven samen een muziekstuk. Het is een mengeling van jazz, pop en klassiek. Hiervan is in de Rotterdamse Doelen in samenwerking met Veronica een eenmalige uitvoering van geweest. Het Labyrinth wordt gebracht door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Rogier van Otterloo samen met een aantal solisten.